Fijn dat je kijkt. Maandagavond 17 oktober. Het wekelijkse uurtje, half uurtje moet ik zeggen, voetbalpraat hier bij uw lokale omroep RTV Katwijk. Ja, er gebeurt een hoop dit weekend. Veel clubs worden nu wedstrijden. Quick Boys zal haar wedstrijd verliezen bij Noordwijk. Maar ook uiteraard veel nieuws over het bekenvoetbal deze week. Drie avonden maar liefst op de radio bij ons onder andere ook. Voetbal. Op in ieder geval FM 106.8. Katwijk, Rijnsburg en Rijnvogels gaan spelen deze weken... ...voor wellicht een plek in de tweede ronde van de KNVB. Dat en meer vandaag in het halfuurtje voetbalpraat met twee gasten. Links van mij speler van de Rijnvogels, Roy van Leeuwen... ...die op dit moment op plek vier staat... ...keurig met zijn Rijnvogels in de derde divisie. En naast hem de man die onder andere deze week op de radio te horen zal zijn... Onder andere morgen bij Rijnsburgse Boys tegen de Graafschap. Belangrijk Bekerpotje, Marcel van der Vijver. Heren, goedenavond allebei. Roy, eh, vierde plek, derde divisie. Het moet niet gekker worden. Ja, ik denk dat je kan spreken van een goede start van onze kant. Weliswaar, eh, begin was het moeizaam. Vier punten achterop geven, vervelende koploper. Ja, als je, daar van tevoren, als je dat van tevoren had gezegd, dan denk ik iedereen bij ons... Brian uh, volgens is tevoren getekend. Ja, sommige mensen zeggen... Ja, Brian heeft wel een beetje het geluk aan de zijde gehad de afgelopen weken. Veel dingen ja, de laatste minuut met je geluk hier paal lat klopt het? zeg zeker van we staan op de plek waar we horen op dit moment uh, ik denk dat uiteindelijk dat je altijd hoort hoor te staan waar je staat zeg maar uh, want we hebben ook uh, tegen bijvoorbeeld VVOG bijvoorbeeld al de pech gehad maar dat we het niet afmaakten ja. ja en kijk het is ook een, een, een kwaliteit natuurlijk dat je dat je dat je zo fris bent dat je die wedstrijd op het laatste moment nog om kan draaien natuurlijk we gaan zo verder over praten ja Marcel deze deze maandag werden we in ieder geval uh, opgeschrikt, of je hoe het ook wil noemen, door het nieuws dat Edwin Gurons gaat vertrekken bij, uh, bij Quick Boys. Vier seizoen heeft hij erop zitten. Kwam het voor jou als verrassend nieuws? Nee, niet echt. Niet zozeer dat ik nu verwacht dat, dat het nu bekend zou worden. Uh, maar uh, ik had wel het idee dat uh, in die zin. En dat klinkt raar omdat ze bovenaan staan. Daarom. Maar ik had niet een contractverlenging verwacht. Dus ja, dan kan je maar beter voortijdig aangeven uh, dat dit het laatste seizoen is. Ja. Ja, het wordt nu interessant, want nu gaat de carousel natuurlijk draaien. De geruchten misschien een tijd op volle toer, ook ja. hier in Katwijk. Uh, er wordt al... Nou ja, we gaan het zo erover hebben hoor, Roy. Maar er wordt al gesproken dat wellicht Thomas Duiven voor op het lijstje staat... bij, bij Gert Pluimgraaf de tennismanager. manager. Is dat een... Goeie keuze? Of zeggen van, nou ja, dat moet we allemaal zien? Ja, dat, dat vraag je mij. Ja. Ja, het is dus een hele logische ja. keuze. <laughs> Logisch uh, zelfs. Een hele logische keuze, ja. Dat is natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk begonnen die geruchten vorig jaar al. Als je kijkt naar Quickboys, ja, Grunholz, uh, Ondanks dat ze nu dus bovenaan staan, heeft natuurlijk ook wel uh, ja, aan een zijde draadje gehangen. De supporters waren niet altijd helemaal tevreden. Ja, zo opportunistisch is het voetbal. Zeker, denk ik, opnieuw zuid maar ik denk dat ook. Uh, ik heb uh, de naam uh, Duivenvoorde ook al rond horen zingen op de Middelmors. Want daar is het nog niet officieel. Maar mm. ik heb toch ergens ook het idee dat Henk Wisman uh, volgend seizoen geen trainer is van Rijnsburg. Uh, dus daar wordt de naam ook genoemd. Ja, ik zou het zelf wel heel leuk vinden als uh, Thomas Duivenvoorde voor de gemeente Katwijk behouden blijft. Ja, maar goed, uh, als je Kruijons en Naast elkaar Sakaasje dat is bijna 360 graden de andere kant op. Ja, als persoonlijkheid bedoel je? Ja, als persoonlijkheid, je? als mens, als persoon, als, uh, als misschien. Ja, als... Maar ja, misschien is dat ook juist wel goed, dat ja. je een keer van uh, persoonlijkheid wisselt. Dat heb je natuurlijk in het verleden vaker ja. gezien. Ik bedoel, voor, uh, voor Grunels had je als, ook weer een heel ander ja. type. Uh, na zeven jaar Oostse leven, Rijsburgse boys, ook gekozen voor andere types. Toen weet ik kwam Pieter Mulders bijvoorbeeld. Ja, ook een ander type. ja. ja. Dus, uh, maar ja, ik denk als uh, het is natuurlijk toch wel uh, de kroonprins van de trainers is. Ja. Wordt het nog een, uh, een warme winter uh, als het gaat om uh, de geruchtenmachine denk je in de grote Katwijk hier? Ja, meestal gaan ze me, met die trainers zo voor het uh, trainingskamp zitten, hè? dus uh, dan zal het bekend worden. Maar ik heb goede hoop dat hij wel uh, in, in de gemeente Katwijk blijft. En hij zou het ook heel goed doen, denk ik, bij zowel Quickboys als Rijnsburg. Kijk, Katwijk is niet aan de orde, hè, want Korea heeft verleden. En daar gaat het ook goed. Uh, dus dat wordt hem niet. Dat was misschien het meest logische geweest, omdat hij daar ook een verleden heeft. Ja. Uh, maar goed, misschien uiteindelijk bepaalt Thomas zelf. En uh, misschien gaat hij wel naar een heel andere club. Ja, ja. Goed, laten we al, uh, voordat we zo verder praten, even nog uh, kort kijken naar uh, de uitslagenkaart van het uh, afgelopen sportweekend. Waar uh, Katwijk, onder toezicht oogt van uh, een van onze gasten, Marcel van der Vijver, in de laatste minuut de winnende maakte tegen Hardenberg. Krotschek wedstrijd daar. Katwijk trekt hem over de streep en uh, kruipt omhoog in die tweede divisie. Ja, Noordwijk Wigboys 2 tegen 1. Nederlaag dus van de koploper, die nog wel koploper blijft, maar de verschillen aan de kop worden steeds kleiner. Rijnsburgse boys, ze blijven, ze blijven winnen. Dit keer 1 tegen 3 tegen het altijd lastige HFC uit Haarlem. De Rijnvogels soeverein naar 3-0 tegen, tegen Staphorst. En Valken, ook daar werd de tweede zege behaald, gelukkig weer. 3-2 tegen, tegen de nummer laatst. Vorig jaar nog in de zondagafdeling actief... en nu overgestapt naar de zaterdag VUC uit Den Haag-Mariehoeven. Um, Marcel, hoe verklaar jij het succes van de Rijnvogels op dit moment? Vierde plek in de derde divisie. Nou ja, eigenlijk denk ik, uh, met name door de naam die net al gevallen is. Ik vind over het algemeen vaak een beetje de rol van de trainer overschat. Want het is een, ja, een dooddoener, maar wel waar. Een trainer is zo goed als zijn materiaal. Passant. Ook. Uh, maar ook afhankelijk van zijn spelersmateriaal. Maar ik vind uh, Thomas Duyvoorde juist eigenlijk een beetje uh, de uitzondering die de regel bevestigt. Door... Bij hem zie ik vaak wel de invloed van een trainer. Hij legt heel veel energie in zijn ploeg. Uiteraard doen de spelers het horen. Daar wil ik natuurlijk niks aan afdoen. Je moet er ook. De juiste mentaliteit voor hebben. Ik denk ook dat dat uh, is waar een club als Rijnvogels een beetje op scout. In overleg dan ook met uh, de trainer. Maar ik denk ook uh, de club zelf. De jongens met een goede kop erop. Uh, uit Groot Katwijk, zeg maar. Ja, die, uh, die gaan er wel voor. Ja. Uh, Roy, afgelopen zaterdag weer opgeschrikt door een uh, nieuwsbericht op de radio. Ik zat zelf mee te luisteren over Dennis Bakker. Hoe is het met hem? Uh, ja, zijn schouder is heel stijf. Oh. Heel stijf nu dus... Hij heeft er zelf nog wel een hard hoofd in. Hij heeft hem nog niet uit zijn hoofd gezet woensdag, maar uh, hij heeft er wel een hard hoofd in. Ja, want hij schijnt gelijk teruggezet te zijn, begreep ik, in nee, dezelfde dag nog? Ja, dezelfde dag wel. Maar normaal gesproken moet hij een soort gelijk terugschieten. Maar dat hebben we best nog wel voet in de aarde gehad uh, okay. voordat hij uiteindelijk uh, weer terugschoot. Mag ik zeggen dat het wel qua selectie een beetje piept en kraakt momenteel hoor, hoor. Want uh, Schonenberg onder andere, ja. Driebergen, ja. Uh, nu weer Bakker. Het blijft zo geen speler over? Ja, als, ja het moet niet, moet niet te snel doorgaan. Zo, want dan hou je inderdaad heel weinig spelers over. Maar het, ja, het klopt. Dus de, al komt uh, Peer van Pasen, die komt dan natuurlijk wel langzaamaan weer terug. Dus dan heb je weer iets meer keus. Uh, ja. Ja. Maakt het ook misschien wel, omdat je weet dat je met minder bent, ook de onderlinge band misschien wel sterker? jongens, we moeten het met elkaar doen. Ook al is de selectie wat smaller nu. Nou, ik denk niet per se. Nee, want uh, je merkt ook bijvoorbeeld bij Willem, bij Jesse, bij Maarten ook. Die hebben nog een hele betrokkenheid ja. bij de groep. Die, nou ja, niet elke training, maar die zijn er vaak op trainingen. Zijn ze er vooraf ook nog eventjes even een dingetje? Dus ja. ze blijven er wel bij zijn. Maar ja. Dus het is niet in dat opzicht dat je ze mist of dat je ze. Ja. Heeft ja, Maarten ze... nog lang nodig eigenlijk? Uh, is hij ook een beetje op de weg nou, terug? Nou, Ik sprak op toevallig van het weekend en volgens mij richt hij zich op, uh, op competitiewedstrijden in, uh, in, hij hoopt maart, misschien april. Poeh. Ja, dat uh, is wel heel lang dus nog. Het ja. duurt nog wel eventjes. <laughs> ja. Hij wil, ja, moet natuurlijk eerst nog. Uh, ja. Hij is nog niet op het veld geweest. Hij ja. moet eerst nog op het veld en dan. Langzaamaan uh, ja, okay. in de duels, ja. tweede. Dus ja, dan... hey, Roy, je was natuurlijk een gerespecteerd speler in de, in de, in de hoofdklasse, dat weten we allemaal. We kunnen graag naar je kijken. Mooie actie, snelheid, eh, dreiging, eh, lef. Dat niveau lijkt je ook aan te tikken op een niveau hoger. De derde divisie, hoe kan dat? Ja, weet ik niet. Ik groei, ik groei er denk ik mee. Ik moet zeggen, ik heb wel, ik heb wel wat moeite gehad de eerste wedstrijden. Mm -hmm. uh, Sparta Nijker was voor mij wat moeizaam. Uh, Stedoco uit was heel moeizaam. ACV uit ook. Maar daarna is het eigenlijk alleen maar, uh, alleen maar weer beter gegaan. Dus uh, ja? ja, blij mee. Merk je ook dat je een beetje in, de flow, in die flow komt van de derde divisie? Ja, ja. Wordt ook anders gespeeld in de derde divisie? Misschien wat minder defensief of, um, of misschien meer fysiek of minder nou, fysiek? Hoe moet dat zien? Iets meer fysiek en ik denk juist wat meer verdedigend. Toch wel. Ik denk dat, uh, dat ze iets meer uh, vanuit de counter spelen dan in de hoofdklasse. Mm. Dat ze daar wat meer druk naar voren wilden. Ze mm. doen het wel, maar. ja. Ja, hey, het is toch anders. Ja. Marcel, uh, misschien een beetje koffiedik kijken hoor... maar misschien dit jaar stiekem een periodetitel pakken... en misschien nog mede voor de nacompetitie bij de Rijnvogels dit seizoen? Ja, kijk, periodetitel kan altijd. Omdat als je in een flow zit en die valt toevallig net in een periode... dan, dan kan het altijd. Ik moet wel zeggen, het is waanzinnig knap hoor. Vierde plaats voor de Rijnvogels. Maar ja, je merkt het nu al een beetje in oktober... dat uh, uiteindelijk komt het wel aan op de breedte van je selectie... Het is geen schande, maar ik denk uh, dat dat uiteindelijk, zeker in de tweede seizoenshelft, de Rijnvogels nog wel wat kan opbreken. Ik ben ervan overtuigd dat de club uh, zich heel makkelijk gaat handhaven. Nou, dat is op zich al een prestatie op zich als promovendus, mm. kijkend ook naar het budget. Uh, maar ik denk dat plaats vier is wel eventjes, daar moeten ze van genieten, uh, het momentum. Uh, ik zou zelf inzetten op een soort eindrangschikking uh, onderin linker rijtje, uh, bovenin rechter rijtje. Nou, dan doe je het mm. gewoon prima. Want ik denk dus inderdaad dat uh, er nog wel meer blessures uh, gaan komen, ja. En dan, dan heeft het dus te maken met hoe breed is je selectie. Ja, want als je nu naar de ranglijst kijkt, Marcel, er het toch <coughs> geen clubs als DVS, uh, ja. Terleden, ASWH... Uh, Sparta Nijkerk, Paardenrecht. Uh, Onthoud onder, onderzicht? Ja, hartstikke moment. knap. En nogmaals, het is ja. ook het is ook echt leuk om naar de rijnvogels te kijken. Dat is overigens in het verleden wel eens anders geweest, vind ik. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar het is nu omdat er zoveel energie van afstraalt En niet dat alles goed gaat. En het allemaal samba-voetbal is. Maar je zit wel naar een hele intense wedstrijd te kijken. En dat maakt ja. het vaak leuk. Maar ik denk, ja, je zegt, je noemt een paar ploegen die er nu onder staan. Kijk, die kunnen natuurlijk ook weer. Je ziet het in de tweede divisie ook. Aan Rijnsburg bijvoorbeeld. Als je natuurlijk nu weer drie, vier keer wint. dan ziet de wereld er totaal anders uit. Want zo groot zijn die verschillen niet. Ja. Dus kijkend over een heel seizoen, dus 34 wedstrijden. Uh, denk ik dat ze nu uh, wat hoger staan uh, dan zou moeten? Ik gun het ze van harte. En als ze een periode halen, graag. Ik bedoel, waarom niet? Ja. Maar ik denk dat het nu even de luxe is waarvan ze moeten genieten. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel een buitengewoon knappe ja. prestatie. Thomas Duyvenvoort, hij is net al een paar keer genoemd, uh, Roor. Het lijkt me wel iemand die veel van zijn spelers vraagt. Klopt dat? Eist uh, is misschien nogal. Zware uh, ja, ja, ja. ja, klopt. Je moet veel, uh, veel energie in de wedstrijd leggen. Ja. Heb je ook het gevoel dat je ook als je dan de wedstrijd ingaat, dat je ook veel, met, veel opdrachten mee krijgt? Op van, er worden een paar uh, dingen uitgelicht, uh, de rode draad en dan uh, jongens, mm, uh, nou, het ik open, vind... en hoe gaat zoiets met jullie? Uh, nou ja, we hebben sowieso, een, elke wedstrijd uh, hebben wij we een heel duidelijk plan. Weten we weten uh, hoe een tegenstander opbouwt, hoe ze druk zetten. En dan moeten wij in de wedstrijd, moeten wij gewoon, uh, als zij wat veranderen, moeten wij daarin mee veranderen, ja. zeg maar, bijvoorbeeld in de opbouw of in uh, ja, en dat zijn dingen die hebben wij door de jaren heen zijn we die tegenaan gelopen. En ja, op een gegeven moment weet je die dingen. Dus dan kan je dat makkelijk zelf oplossen. Dus dan worden die opdrachten ja, die worden wat minder, of dat wordt gewoon meer automatisme. Hm. Hm. Um, Marcel, uh, zoals gezegd, uh, komende woensdag, ja, je bent zelf ook bij, uh, de Rijnrols tegen Kambuur. Wat moeten we op het toto-formulier vullen? Nou, Als ik er geld op zet, ga ik toch voor Kambuur. Uh, kijk, die bekerwedstrijden, dat geldt, natuurlijk voor, uh, dat geldt eigenlijk altijd. Uh, ik denk dat uh, een tweede divisie ploeg tegen een, een keukenkampioen ploeg, ja. dat het wel, wel redelijk 50-50 is. Ligt misschien een beetje aan welke ploeg uit de keukenkampioen. Uh, ja, Kambuur is natuurlijk, uh, dat moet je niet vergeten, wel gewoon op dit moment een eerder divisie ploeg. En uh, zes jaar terug is de wedstrijd volgens mij ook gespeeld. Ik denk niet dat jij er al bij was, nee, Roy. Nee, was ik nog niet bij, nee. Uh, dat, toen maakte Cambuur pas volgens mij in de allerlaatste minuut uh, de 1-0. Martijn Bartouw. inderdaad. tegenwoordig daar, ja. ja. je hoopt natuurlijk altijd op een stuntje. Nou denk ik ook niet dat Henk de Jong een trainer is die zegt van... Nou, dan kom maar goed tegen die derde klasse die net hm. gepromoveerd is. Dus ja, je hoopt natuurlijk altijd op een stuntje. Maar jij vraagt uh, formulier. dus dat heeft me geld te maken. Dan zou ik het toch <laughs> wel ja. ja. Is er al enige duidelijkheid, uh, Roy... Hoe jullie gaan spelen, wordt het toch een iets ander concept? Ga je toch wat meer teruggetrokken spelen of ga je gewoon het spelletje van de Rijnvogels weer spelen, hoe mocht dat zien? Gewoon het spelletje van de Rijnvogels gaan we okay. spelen. Dat is hetgene waar wij nu gekomen ja. zijn waar we zijn, waarmee we kampioen zijn geworden, waarmee we ja. het nou goed doen. Ja. Als je nu iets anders moet gaan doen, dan, ja, dan ja. weet je sowieso dat de twijfel in de ploeg komt. En dat je misschien helemaal verkeerde dingen gaat doen. Ja. Afgelopen zaterdag was Adrie Poldervaart, de trainer van de Graafschap uh, Mysterycast uh, bij HFC. Om toch even te kijken bij Rijnsburgse Boys. Heb jij het gevoel ook dat, dat kan buur nog eens geweest? Kijk, Met Henk de jongen van assistent, heb je niets over gehoord? Ik heb er niks over gehoord in ieder geval. Okay. Nee. Nee. Oké. Okay. <laughs> nou goed. Overigens uh, op de krom, woensdag. Ja. Voor de mensen die het niet weten. Dat is wel jammer ja. ook, denk ja. ik. Ja, hoor. ja vind, ik, vind ik zelf heel jammer. Je doet er niks ja. aan en uh, er zullen redenen voor zijn. De club heeft er voor mij alles aan gedaan. Ja. Uh, ja. Want ja, kijk, Rijnsburg, Katwijk, Kwikbos. Je hebt natuurlijk vaker bekerwedstrijden gespeeld. Ja. Maar voor de Rijnvogels is het toch wel. Nou ja, ja. niet voor het eerst natuurlijk. Een kampioen ook een paar ja. jaar terug. Maar het is toch wel een beetje ja. een unicum. En uh, ja, dan is het jammer dat je. Hoe gasvrij het ook is van de ja. Katwijk, maar dat ja. je moet uitwijken. Ja. Vandaag in de Leids in Dagblad, uh, Marcel, een groot artikel over de wedstrijd Koninklijke HVC tegen Rijnsburgse Boys. Uh, en de kop, ik chargeer een klein beetje, uh, Rijnsburgse Boys fans zingen om de titel. Ja, uh, leuk, is, dat wat, is dat voor de bühne of uh, is Rijnsburgse Boys dat nee, nee, op nee, rampkoers? Ik was er niet bij, want ik zat op de krom. Maar uh, ik denk dat er ook een stukje, ja, je moet ook een beetje, er wordt ook een beetje met een knipoog gezongen natuurlijk. Omdat ja, vier weken terug stond Rijnsburg bijvoorbeeld mij 13 dertiende... En uh, toen, uh, ik denk als Rijnsburg toen tegen Hardenberg ook vet verloren had, dat het wel eens echt crisis was geworden. Ja, saved by the beide zou ook bijna willen zeggen, iets anders speelconcept. Dus dat ze zingen Rijnsburg kampioen, dat is natuurlijk uh, ja, opportunistisch en, uh, Maar goed, ze is dus de uitslag ja. zo keihard. Nou, niet verkeerd, Hardenberg gewonnen, nee, ja, dik gewonnen, HFC Katwijk Ga we maar naast staan. Ja, maar ja, nu ook weer winnen van de ploeg als Jong Sparta, Jong Volendam ja. en, en dat soort uh, ploegen. Zie jij? Als we kijken naar de drie ploegen die de komende dagen gaan spelen: Katwijk, Terreinvolks eh, en Rijnsburg. Zie je daar een, een, een stuntje in, in, in plaatsvinden? Nou ja. Nou ja, Katwijk speelt natuurlijk tegen een derde divisionist. Uh, dus als die zou winnen, is dat geen stunt. Aan de andere kant is Katwijk volgens mij dat toernooi niet. Nee, dat was er gelukkig. Maar vorige keer ook van Harkema, Harkema uh, thuis verloren op de Krom. Uh, dus in die zin zijn ze gewaarschuwd. Ik denk wel dat het een keer tijd wordt dat Katwijk in ieder geval de eerste ronde doorkomt. En dat moet dus kunnen tegen DVS 33. Ja, Steuntje. Eerlijk gezegd, natuurlijk hoop ik het. Maar ik denk dat zowel Cambuur als de Graafschap uh, uiteindelijk wel aan het lange eind uh, ja. trekken. Ik weet nog wel jaren geleden uh, toen ik Rijnsburg wat intensiever volgde. Die er die toen nog wel eens, ik heb een paar hele leuke bekerwedstrijden gezien, maar volgens mij de laatste jaren uiteindelijk ook tegen clubs als Go Ahead, die toen nog Eerste Divisie speelden, ja. ook wel gewoon klop gehad. En Top Os ook volgens mij. Ja. Dus, uh, ja. Ik hoop op een stuntje, maar ik denk dat uh, Rijnsburg en de Rijnvogels een hele leuke ervaring gaan opdoen, maar wel een illusie uh, armer zijn. Ja. Zolang mogelijk tegenhouden komende woensdag, uh, Roy? Ja, zoiets. Eigen, ja, kijk, eigen spelletje. Maar ja, je, weet, je weet uiteindelijk dat ja. het een eredivisionist is. Dus ja, het zal waarschijnlijk veel meer tegenhouden gaan worden... als, ja. als we gewend zijn. Het is niet ze, gek. Ze hebben 0-3 verloren afgelopen weekend. De kampioenen ja. zijn in ieder geval uh, niks uit de Provence, denk ik. Ja, ja. Wat ja. Hebben jullie het al besproken met de trainer, de, de wedstrijd? Of komt dat morgen? Uh, de echte bespreking komt op woensdag zelf. Je ziet, nou, dat weten jullie natuurlijk ook wel. Niet dat ik nou het wiel uit vind, Maar je ziet natuurlijk vaak... Als een amateurclub tegen zo'n profclub speelt, ja, nou... dat zo'n profclub er een beetje makkelijk overdekt. Maar het laatste 20 minuten is vaak cruciaal. Ja. Want je dan ziet... zie je dat het verschil tussen een prof en een amateur wat betreft ja. conditie. Ja, 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 ja precies. Laten ja. Ja, we het jongens uit de B-gernatuur beginnen. Ja. Maar ja, dat is wel ja. een sterke kracht, uh, conditioneel. Ja, kom ja. maar op. Dus niet, 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 niet te hard naar de startblok. Nee. Dus jij zegt hè, bakken, waarschijnlijk is wel al een twijfelgeval. Hè, bakken ja. voor woensdag. Waarschijnlijk is dat dan dobber die gaat spelen dan komende woensdag, waarschijnlijk? Uh, ik zou het illogisch noemen, denk ik. Dobber of bijen. Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Goed, in ieder geval komende woensdag bij ons, in ieder geval te horen die wedstrijd op de krom, dus uh, om acht uur. Ja, Rijnsburgse Boys, even terug naar Marcel, de Graafschap. Ik kan nog even contact trouwens afgelopen weekend met Adrie Poldervaart over de app, ik ken kennen elkaar goed. En uh, hij wilde eigenlijk niet zoveel weten over het spel van Rijnsburg, hij, hij wilde meer weten hoe het met Henk Wisman was. Oh. Zijn, zijn, zijn collega natuurlijk die hij ook jarenlang kent, maar hoe is het met Henk Wisman? Ja, hij was er afgelopen zaterdag weer bij, ja. uh, ik heb hem er zelf niet over gesproken. Uh, het gekke was een beetje dat uh, ja, het rommelde natuurlijk een beetje ja. na serie, ik uh, geloof drie uh, nederlagen op ja. rij... Dus hij zat een beetje op de schopstoel. Uh, dus er was wat... Uh, ja, je hoorde hier en daar wat van... Nou, dan gaat hij helemaal lekker. Uh, en op het moment dat hij ziek... Want hij was overigens echt ziek. Dus ja. dat is niet uh, een of andere Klopt. smoesje. Uh, er niet bij was, ging het ineens natuurlijk uh, lopen als lopen, een tierenlier. Ja. Dus toevallig viel dat samen. Uh, maar goed, er is mij toch ook wel op het hart gedrukt. Uh, Jan Blankenspoor, die het zo lang waarnam. Uh, samen dat er gewoon overleg is ja. met, uh, met de hoofdtrainer. En dat zeiden de spelers ook. En afgelopen... Uh, zaterdag was die, zat hij wel op de bank, uh, dus ook zeg maar, uh, tot een wat meer uh, ja, countervoetbal-achtig uh, gebeuren. Hè. Daar hebben ze toe besloten, we gaan iets anders spelen, iets minder hoog staan. Ja. Uh, dat is wel ja. allemaal in, in samenspraak met, uh, met de hoofdtrainer. Ja. Ja. Moet neem ik voor jou wel bijzonder zijn, Roy, dat je met alle respect vorig jaar nog tegen Smitshoek uh, speelde. Uh, en nu plotseling uh, in het grote KVB-toernooi ja. kampioen moet ja. spelen woensdagavond. Ja. Ja. Maar alleen maar mooi, ja. Het wel een fantastische mooie ja. ervaring. Ik leuk, er leuk voor uit. het plakboek, ja, precies, precies. Ja, heel veel. Zin Weet je mee. het ook iets met de selectie bij jongens We moeten ook echt van genieten komen. De komende, komende ja, tuurlijk natuurlijk. Kijk, dit is, dit is een wedstrijd die die maak je natuurlijk niet elke week mee. Dus ja. uh, je moet je moet zeker genieten van zo'n wedstrijd. Ja. Van alle entourage, eromheen en het publiek ja. erbij. Dus ja, tuurlijk. Hoe was hoe was de sfeer de sfeer bij de familie van Leeuwen toen uh, uh, Kambuur uit de koken kwam, kwam rollen. Uh, ja, dus Of wat beetje... je niet hou ik maar. Uh, ADO 20 of zo. Uh, of, <laughs> nou ja, sportbus, is, het, weet was, wat. Het, was een, het was een beetje dubbel natuurlijk. Aan de andere kant, uh, als je natuurlijk een ronde verder kan komen, dan weet je dat er, dat er ook een mooie uitwedstrijd in, uh, in kan zitten, dat zeg waar, maar. Ja, dat is waar. En aan de andere kant, je kan ook een tweede divisionist loten. Ja. Dus het is, ja, weet je, het is mooi dat je hem nu hebt, maar dat ook mooi geweest als je nou door had kunnen komen en dan een uitwedstrijd had gehad, zeg maar. Ja. Dus dat heb allebei zijn charme. Uh, maar goed, tegen edv spelen kom je niet vaak voor, denk ik. Nee, daarom, daarom. Dus wat dat er gaat, is het hartstikke mooi. Ja, ja. Uh, ja, donderdag, Katwijk DVS 33. Altijd geen verkeerde ploeg om Marcel DVS nee. 33. Altijd een lastig te bespelen ploeg. Klopt, maar afgelopen zaterdag ook weer verloren van Urk. Ja, uh, dus ja. het is ook wel een beetje zo'n club ja. waarvan je denkt: nou, qua uh, grootte van de club potentie, uh, moet dat eigenlijk een tweede divisionist zijn. Een uh, paar jaar terug ook grof ingekocht, grote namen gehaald. Ja. Ja, daar red je dus niet mee, want het is toch altijd weer een beetje teleurstellend uh, ja. de laatste jaren ja. hoe ze presteren. Maar ik goed, dat op... staat los van zo'n bekerwedstrijd ja. natuurlijk. Ik las op de website uh, topamateurvoetbal.com uh, nog een stukje over Anthony Corrij Die zei van ja, ik heb weer een ouderwets Katwijk gezien tegen Hardenberg. Ja. Was het zo? Uh, eerste helft vond ik, uh, Hardenberg kwam vroeg op voorsprong. Uh, vond ik Hardenberg uh, was misschien wat minder aan de bal, maar qua kansen en mogelijkheden deed het niet onder voor Katwijk. Uh, dus toen gingen ze met 0-1 voorsprong rusten. Na rust vond ik Hardenberg heel erg afwachtend. Mm. En vond ik wel dat Katwijk de enige ploeg was die daadwerkelijk wilde winnen. Kwamen ook op 1-1. En uiteindelijk ook de enige ploeg die verdiende om de winnende te maken. Ja, dat hij dan in de allerlaatste seconde valt. Dat is in die zin uh, gerechtigheid. Ja. En uh, ja, de tweede helft... Uh, zag er goed uit. Heb, je, heb jij het gevoel dat, dat de glans, met het respect van maar de glans er een beetje af is <tie> bij Katwijk... dat het misschien dit jaar wat spannender gaat worden in de Tweede Divisie... wie uiteindelijk de, kop, de kopprijs ik denk gaat pakken? Dat, ja, ik denk wel dat het heel spannend uh, gaat worden... als je nu kijkt ook naar de ranglijst. En dan weet ik, ik heb nu twaalf gespeeld, zeg ik even uit mijn hoofd. Of elf, ik kan het mis hebben. Uh, maar dan zitten volgens mij, uh, de eerste zes zit op vier punten. Dus het, ja. het, het is hetzelfde als toen met dat coronajaar... toen we ja. ergens in februari, maart stopten... waren er geloof ik ook vijf, zes ploegen op drie, vier punten van elkaar... Ja. Dat gaat het nu weer worden. Kijk, ik had wel verwacht, het is heel moeilijk om je titel te prolongeren in die tweede divisie. Dat, ja. dat, dat lukt maar heel zelden. En, en natuurlijk heeft Katwijk de kwaliteit om kampioen te worden. Maar het is niet een ploeg die er ver bovenuitsteekt, uitsteekt boven zes, zeven andere ploegen. Nee. Dus ja, het wordt gewoon heel spannend. Ja, want Roy, jullie hebben ook op dit moment elf uh, bestel op de teller staan. in, ja, uh, in de derde divisie. Ja. Ja, uh, heb je nou het gevoel dat je door een van die tien die, uh, of een van die elf ons erboven ben gespeeld de afgelopen week? Of zeker van, nou eigenlijk niet? De enige wedstrijd waar we het echt heel moeilijk hadden, was de Deco uit. Ja, het was de tweede, tweede wedstrijd van het seizoen uh, Ja, het was de tweede, ja. ja. Waar we toen vrij snel met een penalty achter, volgens ja. mij. Ja, 4-1 gingen we er toen af. Vier maar verder, uh, ja. Ik, het is wel grappig, want ik hoorde, toevallig heb ik vandaag nog een podcast geluisterd waar jullie trainer in zaten. Die zei juist dat ook die wedstrijd, dat je het scoreverloop een beetje tegen zat. Ja. Uh, en die vond bijvoorbeeld VVOG, die 3-3 onlangs, ja. vond die bijvoorbeeld een stuk beter dan de gewonnen 4-3 wedstrijd tegen Harkema. Dat klopt ook, dat klopt ook. Ja. Toen hebben die, die eerste helft tegen VWLG speelden echt, speelde echt heel goed. Okay. En dat was eigenlijk veel beter dan tegen Harkema de eerste helft de eerste ja. 60 minuten, zeg maar. Ja. Echt veel beter. Maar ja, ja, zo is het voetbal. Harkema win je VVG niet. Nee, en geef wees maar op dat de koploop op jullie. Ja. Natuurlijk een degradant uit de Tweede Divisie. Dan moet je nog tegen spelen. Dan moeten we nog tegen spelen. Eind november maar, volgens mij. Maar als je kijkt naar de rangers, sporters heb je al gehad, Dover heb je al gehad, hoek heb je al gehad. Dus ja, wat dat betreft heb je aardig wat kopploegen gehad die je bovenin ja. staan. Ja, dat klopt. Maar ja, goed, het staat heel dicht bij elkaar natuurlijk. Ja. En, uh, ik denk dat als wij, als wij in een goede doen zijn, zoals we de laatste weken aardig aan het voetballen zijn, dat we echt voor niemand bang hoeven te zijn. Ja. Maar als het net niet 100% is, dus bij 90, dan kunnen we ook van iedereen verliezen. Ja. Deze week een nieuwe speler geland bij jullie, hè? Ja. Julian Jans uit mijn hoofd. Ja, klopt. Is dat een van de meer die gaan komen? Heb je het gevoel dat er nog meer gaan komen? Is dat al bekend ook binnen het stage? Trainen de jongens mee bij jullie nieuw? Uh, de de, 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 de traint er nu ook nog eentje mee okay. inderdaad. Oké. Okay. Uh, ja, verder is... Uh... Julian, die hebben ze nu vastgelegd, inderdaad. Ja. Voor de linksback-positie, nu Schoenenberg lange tijd uit de relatie. Ja. Nog Nou ja, Martijn en ja. waarschijnlijk pas april ook nog heel lange ja. tijd. En Willem, Willem vandaag uh, geopereerd, nou oh, succesvol, okay. dus dat is uh, met Jesse die gaat uh, donderdag onder het mes. Oké, okay. ja, dus dan uh, kunnen ze met z'n twee uh, ja, revalideren. Een je, ja, Heetje. ja. Okay. ja. Dus wordt er ja. spannen nog of er nog versterking gaat komen om, uh, om wellicht uh... Ja, weet je, als het, als het zo doorgaat en je weet uh, dat er uh, door het seizoen heen altijd wel wat blessures gaan, gaan komen. Ja, dan wordt het de spoeling uh, ja. soms wel heel dun. Ja. Dus ja, dan uh, zal er creatief naar uh, versterking ja. moeten uh, Want dan wordt Marcel, ja, de, de, door, door dezegene een kozaal verband gelegd tussen het veld. Ja, en die kruisbanden. En die, ja. ja, dat is, moet je aan Roy ja. vragen. Is, is ik loop nou, er wel eens over, maar reden doe ook. al lang uh... Nee, het is inderdaad een, een, een vrij matig veld aan het worden. Oké. Okay. Ja. Maar Heel dat wordt begrijp ik, hè? Dat nou, dan nog een begrijp. Ja. Volgens, mij, volgens mij moet hij in de zomer uh, ja. Saudi, uh, Saudi, uh, Saudi eruit gaan, inderdaad. Ja. Okay. Dat heb ik ook begrepen. Maar ja, volgens mij kun je ook op een... Uh, een nieuw ja. kunstgrasveld. Uh, ja. Zo'n blessure oploopt. Ja, wel, tuurlijk. Maar deze is, uh, hij is, hij is iets stroever als zo'n nieuw veld. Dus ja, dan is het kans en de risico's wat groter, volgens mij. Maar ja. gekke vraag: als jij geblinddoekt <laughs> wordt en je rent uh, 10 meter over een oud kunstgrasveld. of Dat voel je wel? Ja, dat voel je wel. Ja, ja, okay. wel. Ja, ja, ja. Ja, okay. ja. Toch wel. Oké. Het staat ook fijn om licht dat je bij Catacoop kunstgras gesprekken kan hebben woensdagavond. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Duidelijk. Uh, goed, we gaan uh, richting de afronding. Uh, laten we even kijken naar het. Uh, programma van komend weekend. Dat is heel mager, want uh, er is uh, komende zaterdag alleen wat uh, restjes bekervoetbal. Dat ziet hij ook staan, de Sticksbeker. Zoete meer, zijn vierde klasse overigens tegen Valken. En het uh, tweede vrouwen 1 speelt voor de beker tegen competitiegenoot, de Rijnvogels 1. Uh, dus op zich weinig voetbal, in ieder geval niet in de tweede en derde divisie. Het hoofdmenu van deze week is zoals je weet op de radio te horen komende dagen bij ons FM 106.8. Dinsdag, woensdag en donderdag. Morgenavond dus Rijnsburgse Boys in de Graafschap met uh, uh, onder andere mijzelf en uh, mijn collega Mars van der Vijver aan de microfoon. Rijnvolgs tegen Kambuur. Bij Katwijk dus wordt het gespeeld die wedstrijd. Komende woensdag en donderdag. Katwijk zelf in actie tegen de derde divisionist TVS 33. En zoals gezegd, zaterdag dus geen tweede en derde divisie voetbal. Maar alleen een restje bekervoetbal bij Valken en bij de dames. Soms is het lekker hoor, dat je even een weekendje vrij bent. Ja, soms is dat wel eens lekker, ja. Even gewoon even ja. het hoofd... Uh, het hoofd leeg. Hoofd leeg. Goeie winkelen? Even bijkomen? Nee, nee, ik ga, uh, ik ga een weekendje naar, naar België. Okay. Mijn okay. zus zit daar met een gezinnetje. Mijn moeder is er al, dus we gaan met uh, mijn vrouw, mijn zusje ja. en mijn zware gaan we uh, ja. nog die kant op en gaan we een weekendje daar uh, lekker relaxen. Ik ja. je al een klein beetje, toch een beetje al een beetje gedroomd hoe de wedstrijd gaat lopen, komende woensdag. Uh, <laughs> nou, nee. Nee, ja, weet je, het is gewoon... Uh, een wedstrijd waarvan je moet gaan genieten en uh, we zien wel waar het Schipstrand. Ja. dus alle, bespiegeling, Wij alle bespiegelingen vooraf, gewoon lekker voetballen op woensdagavond. Ja, Wij hebben niks te verliezen, dus... Ja. Je, dat, 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 <laughs> dus ja. dat is waar. Ik zie <laughs> ja. die Siep Rutgers overigens nog wel de winnende maken. <laughs> ja, 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 ja. lijkt me wel zo'n ja. een ventje die dat voor elkaar ja, krijgt. Dat is wel een grappige vraag, want natuurlijk wel een jongen die, die uit de tweede klasse komt, ja. met al respect. Maar die het al toch heel makkelijk uit de derde die, hij, 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 do, hij doet het vrij behoorlijk, ja. Hij pikt zijn leuk mee, dus ja. 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 Gelukkig wel. Want het begon als invaller, maar toch ja. uiteindelijk wel een, uh, een ja. soort basisplek gekregen bij Thomas ja. ja, Klopt. Marcel, uh, geven ze ad ad nog advies aan Henk Bisman. Misschien zit hij wel wat kijken. <laughs> Misschien zit hij kijk. Henk uh, advies. Hoe moeten, we, hoe moeten we morgen aan het gaan spelen? Rijnsburgse Boys tegen de Raadschap. Nou, dan zou ik zeggen, Henk, never change the winning team. Ja. Laat ja. lekker zo staan. Ja. En uh, doe net als de voorgaande vier wedstrijden. Want dat is, waren 12 punten. Ik had volgens mij 16 voor en twee penalties tegen. Ja. Nou ja, dan ga je in ieder geval wel met een goed gevoel die wedstrijd in. Denk jij toch dat de Graafschap dit weet? Je hebt ook toen slagen uitslagen gezien van Rijnsburg. zit in een moeilijke fase in de Graafschap. Dat is toch wel een beetje met pap in de benen naar Katwijk reizen? Vanuit Doetinchem? Nou, pap in de benen, dat denk ik niet. Voorheen had je nog wel eens dat er onderschatting was. Maar ik denk dat ook die clubs dat afgeleerd hebben. Zeker als ze tegen een club uit de tweede divisie spelen. Dus ik denk dat die gewoon wel goed voorbereid zijn. Ja, niets is onmogelijk. Maar ik denk wel dat de Graafschap gewoon door. Ik hoorde van ijsland van dat dat Paul of haar, nog nooit van zijn boys had gewonnen, geloof ik. Ja, dus, <laughs> ja. nou, goed. Of dat mee dat week. Ja. in ieder geval. Ik hoop dat, op een stunt, hoor. Van, van, of uiteraard van, van de rijvogels en van, van Rijsburg. Goed. Nou, lekker luisteren dus. Komende dinsdag, woensdag en donderdag op uh, de radio. 106.8, RTV Katwijk. Dan uh, kunt u alles van minuut tot minuut horen. Dit was... Uh, Weer een nieuwe editie van de voetbaltafel. Dank, Roy voor leven. En we gaan uiteraard hoop op een uh, stuntje, een mooi resultaat. mooi stuntje. En, <laughs> fijntje dat was hier vanavond En Marcel wijs je dan morgenavond bij de Rijnsburgse Boys. Langs de lijn. Volgende week aandacht voor uh, de niet-voetbalsporten. En ik zou zeggen, ga lekker luisteren de komende dagen. En uh, laten we hopen op een, uh, wellicht een stuntje van een van de drie clubs in het kvb bekertoernooi Dank u wel, fijne avond en uh, fijne week gewenst. Dag.